Beautiful ladies, groetjes uit Seoul. Ik hoop dat het geluid meewerkt. Als dat niet zo is, het spijt me, maar ik vind het echt heel lastig om in de buitenlucht te filmen. Als het wel zo is, jij! Vandaag een onderwerp wat voor mij heel actueel is en waarvan ik zie dat jullie misschien meer behoefte hebben aan informatie daarover. En het onderwerp is reizen als vrouw alleen. Ik ga je mijn belangrijkste tips daarover geven, want ik zie dat een aantal van jullie dat ook heel graag zouden willen doen. Ik denk oprecht dat het voor elk mens, niet alleen voor vrouwen, heel verrijkend is om in je eentje te reizen. Dus mocht jij het eng vinden, maar wel zoiets hebben van ik wil dit eigenlijk toch ook zelf doen, dan hierbij mijn tips. Het stip op nummer 1, lees je in. Over het land waar je naartoe gaat, wat de cultuur is van het land, hoe je moet kleden in dat land. Maar ook over hele praktische dingen, over hoe het is om alleen te reizen en waarmee je rekening moet houden. Er zijn zo ontzettend veel blogs van vrouwen die alleen reizen. Ik heb me echt helemaal suf gelezen, zeker ook over alle aparte landen waar ik naartoe ga. Ik zal hieronder mijn 2 favorieten linken. Weet je, ik geloof echt heilig dat kennis macht is en hoe meer je over een onderwerp weet, hoe beter je daarin weet te redden. Wat me bij nummer 2 brengt, en dat is veiligheid. Veiligheid staat op nummer 1. Je kan gewoon geen risico's nemen wanneer je in je eentje bent. Als je met de tweeën bent, dan kan je misschien nog redden. Maar als je in je eentje bent, is het risico gewoon te groot dat je iets overkomt en dat je misschien niet meer veilig thuis komt. Dus mijn belangrijkste tips zijn zeker een deurstopper meenemen. Als je bijvoorbeeld ergens alleen slaapt, dan kan je die onder de deur schuiven zodat niemand naar binnen kan komen. Slotjes op je backpack, zodat mensen niet in je spullen kunnen graaien. Of juist spullen erin stoppen die je er misschien niet in wil hebben. Ik heb een alarm meegenomen en een veiligheidsfluitje. Dit koop je voor een paar euro, maar het scheelt gewoon zoveel als mocht je in een situatie terechtkomen waar je niet in wil zitten. Dat je in ieder geval iets hebt om je aan vast te houden en misschien om jezelf te redden. Ga ook niet eigenwijs doen in landen waarvan je hebt gelezen dat je moet bedekken. Weet je, in India is het gewoon heel gebruikelijk dat je je benen bedekt, dat je je armen en schouders bedekt. Ga dan niet eigenwijs doen om een statement te maken, want daarmee breng je gewoon jezelf in gevaar. Om even deze tip af te sluiten, wees ook altijd alert op je omgeving. Ik denk dat je dat automatisch hebt als je in je eentje reist, omdat je denkt van, nou ja, weet je, als ik niet oplet, dan let er letterlijk niemand op. Zelfs wanneer ik in het ultra veilige Zuid-Korea alleen loop op een hiking trail en ik kom 2 mannen tegen die met mij gaan lopen kletsen, dan ben ik al op mijn hoede. Terwijl ik weet dat er waarschijnlijk niks aan de hand is, maar toch let ik op van, zijn er andere mensen in de buurt? Hoe kan ik het snelste wegkomen? Wat willen ze van me? Het is gewoon heel belangrijk om alert te zijn. En ik ga nog even daarop verder, want tip nummer 3. Als iets niet goed voelt, dan is het waarschijnlijk niet goed. En wanneer je in je eentje aan het reizen bent, is je instinct zoveel gevoeliger, heb ik gemerkt. Zowel in positieve zin als in dat je naar plekken toe wordt geleid waar je heel graag naartoe wil. Maar ook in negatieve zin dat, mocht je een persoon tegenkomen die niet goed voelt, zowel vrouw als man, of bijvoorbeeld een kamer of een plek die niet goed voelt, ga dan gewoon weg. Ga niet, zeg maar, met je verstand dingen proberen te rationaliseren. Volg daarin echt je gevoel. Tip nummer 4 is even heel praktisch. Neem zo weinig mogelijk bagage mee. Ik ben best wel klein. Ik ben 1,67 meter. En ik heb een veel te zware backpack mee van 15 kilo. En ik heb ook nog eens een rugzak mee waar waarschijnlijk iets van 5 tot 6 kilo in zit. Dit is veel te veel. Ik ga echt proberen, wanneer ik weer in Nederland ben, om te downsizen. Ik zou je aanraden om het tussen de 10 en 12 kilo te houden. En mocht je toch ook best wel veel bagage hebben, net zoals ik, of überhaupt zou ik het je aanraden, om een backpack te nemen met wieltjes. Dit is echt zo'n topoplossing als je voornamelijk in steden logeert, zoals ik dat doe. Ik zie namelijk helemaal geen nut in het noodloos sjouwen met een rugzak op je rug en je zere schouders als dat gewoon niet nodig is. Ook vanuit veiligheidsoogpunt ben je veel makkelijker target als je hele zware bagage bent en eigenlijk heel log bent, niet snel kan bewegen. Minder bagage betekent sneller bewegen en sneller wegkomen uit een situatie die niet heel handig is. Tip nummer 5, ook een hele praktische. Leer in ieder geval hallo en dankjewel in de lokale taal. Maakt niet uit waar je bent. Daar maak je echt zoveel vrienden mee. Lach ook naar de mensen toe, want mensen komen ineens uit zichzelf naar je toe en gaan met je lopen kletsen. Dat zijn serieus de allerleukste momenten en ik durf te wedden dat ik niet zoveel leuke momenten had meegemaakt als ik niet op zijn minst hallo en dankjewel in de lokale taal wist. Tip nummer 6, ook weer een hele praktische, maar wel een hele belangrijke. FaceTime is de meest stabiele manier om met het thuisfront te bellen. Ik heb zo vaak dat Skype crasht of dat je met Facebook niet helemaal lekker kan bellen. FaceTime is echt zo stabiel, valt bijna nooit weg en het beeld is altijd hartstikke goed. Ik denk dat dat wel gewoon heel belangrijk is om contact te houden met het thuisfront. Dankjewel Coco voor de tip.